Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking over Nederland. Vannacht was het helder en koud. Maar nu is het inmiddels een stukje zachter en begint het in het westen ook van tijd tot tijd te regenen. Die regen breidt zich over de rest van het land uit. De zon gaat snel verdwijnen, ook als die nog in het zuidoosten schijnt. En dan is het vanochtend 11 tot 14 graden. Die temperatuur loopt vanmiddag maar een heel klein beetje op. Het wordt maximaal 16 graden met stevige wind langs de kust, de windkracht 6 en van tijd tot tijd dus regen en veel bewolking. Tegen de avond begint het langzaamaan wat op te klaren in het westen. En die opklaringen breiden zich in de avond dan heel voorzichtig oostwaarts. Uit, maar ook dan valt er her en der nog wel wat regen. De nistige intensiteit neemt echter wel af. Morgen in het oosten van het land nog wat gespetter, een enkele bui, maar ook al ruimte voor de zon, veel meer zon in het westen en dan lopen de temperaturen op naar 21 tot 24 graden. De wind neemt langzaam wat af en blijft westelijk. In het weekende 21 tot 22 graden op de thermometers. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er trekken soms ook wolkenvelden over het land. En uit die bewolking kan af en toe nog wel wat lichte regen vallen op de zaterdag. Dat zal dan met name in het noorden van het land zijn. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.